Dag mijn lieve Soul Searchers, mijn naam is Barbara en dit gaat een algemene reading zijn voor mijn lieve tweelingen voor januari 2021. Het is een algemene reading, dus neem wat voor je past en laat de rest liggen. Kijk dan eerder naar het sterrenbeeld dat in jouw maan, in jouw Venus of dan wel in je ascendant staan. Mocht je het leuk vinden wat je ziet, like, deel het, abonneer je. Het is gratis, het doet veel voor mij. Geef mij aan dat je resoneert met de boodschap, dat je er iets aan hebt gehad. En daar ben ik heel dankbaar voor. Dank jullie allemaal voor degenen die het hebben gedaan en die mij ontzettend mooie en lieve boodschappen hebben gestuurd. Ik ben ontzettend dankbaar. Ik had het absoluut niet verwacht, dus dankjewel. Ik ben vanaf nu ook te boeken voor privé-readings. Alle informatie vind je hier beneden in de beschrijving. We gaan eraan beginnen, januari 2021. Spannend. Ik ga beginnen met een orakelkaart die ik ondertussen al heb gescoord. Ik ga daarna verder met een paar tarotkaarten. En ik zal nog eindigen met nog een andere orakelkaart ter afsluiting. Dus we gaan even zien. We hebben godin van het maanlicht, onderdrukte gevoelens, helen en reflectie. Onderdrukte gevoelens, helen en reflectie. Ja, godin van het maanlicht, inderdaad. De maan spreekt ook over alles wat niet aan de oppervlakte zit. Het onbewuste. Is het nu tijd om het naar jouw bewustzijn te brengen? Is het tijd om daar de focus op te leggen? Om het licht erop te schijnen? Bepaalde dingen te helen? Ik denk dat wel. We gaan even zien wat de tarot hierover te vertellen heeft. Ik zal 4 kaarten nemen, hoop ik dan toch. De eerste is jouw situatie op dit moment, energie op dit moment. De tweede is de uitdaging. De derde is het advies. En de vierde is de uitkomst, mocht je het advies nemen. Wat is de energie voor, het zijn er 2, voilà, de maan. Het had niet beter gekund. De maan en de toren. Wat is de uitdaging voor mijn lieve tweelingen? Wat is de uitdaging, alsjeblieft, voor mijn lieve tweelingen in januari 2021? Nee. Zijn er ook 2. Wat is het advies? Ze willen spreken, maar iedereen kent mij een beetje te veel kaarten. Ik neem dus de kaarten die eruit springen. Dus als het er rommelig uitziet, is dat volkomen normaal. Deze heb ik niet gezien, dus die ga ik terug doen. En wat is de uitkomst voor mijn lieve tweelingen voor januari 2021? Wauw. Mooi. Dus, onderop het dek hebben wij matigheid, boogschutterenergie, evenwicht, nieuwe balans vinden. Emoties laten vloeien, want het is absoluut de helingskaart bij uitstek. Met het water wat hij van de ene kop naar de andere aan het schenken is, is hij ook wijn aan het creëren met water. Dus het is ook wel een mirakel. Het is ook wel het is al de alchemist. Dus ik krijg een beetje hierbij het gevoel dat mocht je de dingen helen, die onderdrukte gevoelens helen, de emoties loslaat, dat daardoor miraculeus mooie nieuwe dingen uit de voorschijn gaan komen die op dit moment nog onder de oppervlakte zijn. Wij gaan even zien, in de huidige situatie heb je dus de maan, onderdrukte gevoelens, dingen die niet helder zijn, het spreekt ook over intuïtie, angsten en we hebben de toren. Is die toren geweest en zit je daardoor met heel veel opgekropte emoties? Want ja, een toren is toch wel een onaangenaam moment. Je wordt volledig uit je comfortzone gehaald. Waardoor je tot nieuwe inzichten zou kunnen gaan komen. Waardoor er heel veel emoties naar boven komen. Vandaar dat het vaak ook, een toren is sowieso door het universum georchestreerd. Dus dat is iets voor jouw hoogste goed, voor jouw bestwil. Om waarschijnlijk bepaalde onderdrukte gevoelens vrij te laten, los te laten, te helen. Ik zal ze meteen verder verklaren. In de uitdaging heb je de 9 van pentakels en de 9 van staven. 2 negens.
Nee, gaan spreken over een afrondingsfase. Je bent er nog niet helemaal. Het is nog niet. Het einde van de cyclus is nabij, maar het is er nog net niet. Maar dit is wel al. Met de 9 van Pentakels heb je toch al de dingen goed voor elkaar. De 10 van Pentakels is overvloed, gelukkig met gezin en van alles en iedereen. Dit is alleen sterk staan, overvloedig, zelfstandig, onafhankelijk. Het is de mini-keizerin. Dus het is in je kracht staan, durven te staan. En de 9 van staven is de wounded warrior, de gewonde strijder. Die heeft 9, dus zij heeft 9 pentakels opgebouwd, is daar trots en tevreden, trots op tevreden mee. Die heeft 9 staven bereikt, opgebouwd, met bloed, zweet en tranen. Het zijn 2 verschillende energieën wel. Het heeft heel veel pijn en moeite gekost. Die is er niet helemaal heel uitgeraakt uit de strijd, maar hij staat er wel. Redelijk uitgeput, houdt hij zich ook vast aan die ene staaf. En is ook een beetje angstig van, oké, wat is die 10e staaf? Wat gaat er nu weer op mijn pad komen? Een beetje angstig, een beetje uitgeput en angstig. Dus we gaan even zien waar dat over gaat. In het advies hebben wij de koningin van staven. Over zelfstandig en onafhankelijk en in haar kracht staan zijnde. Is gesproken, is zij wel natuurlijk een mooi voorbeeld ervan. Vuurenergie, vooral ja, leeuwboogschutter. Dus moet jij in jouw vurige, onafhankelijke, sterke energie staan? We gaan even zien. En we hebben de 2 van pentakels. De 2 van kelken. Verliefde ontmoeting, een liefdevolle ontmoeting, soulmate connectie, liefde op zijn minst, verliefdheid zou kunnen. Het kan ook, nee, ik wou zeggen het kan ook spreken over een keuze, maar nee, dit is gewoon verliefd zijn. Dus we gaan zeker even kijken waar dat naartoe gaat. Welke gaan we kiezen om dit te verklaren? Lightseers tarot, alle dekken die ik gebruik zijn beneden in de beschrijving terug te vinden. Wat is die maan en de toren alsjeblieft? Verklaar deze energie op dit moment. Dus het kan zijn dat je er nu in zit of dat het begin januari pas gaat komen. Vaak omdat ik de energie ja, nu oppik en we zijn de 17e december, is het wel al vaak de energie waar je nu in zit. Dus we zullen wel zien. Of wanneer je deze video bekijkt. Wat is verklaar die maan alsjeblieft en de toren in de huidige situatie voor mijn lieve tweelingen in januari 2021? Nee, dat is niet erg. Dan gaan we van naar de volgende. Modern Witch Tarot is dit. Voilà, de wereld. Ja, de toren is vaak een einde van een cyclus. Ja. Dat klopt, de afronding. De aas van kelken. Jij wou eruit komen. En de magier. Wauw. Dat zijn nog eens kaarten, lieve mensen. Oh, het oordeel onderop. Wedergeboorte. Jezelf overstijgen. Een verlossing. Een opluchting. Een nieuwe fase. Dat aanbreekt. En dat zal wel zijn. Dit zijn allemaal. Ja, behalve de aas van kelken. Maar dus in de huidige situatie is bijna allemaal grote arcanes. Dus door het universum geleid en begeleid zal wel zijn. Ik heb ook wel het gevoel dat je beschermd wordt door het universum op de een of andere manier met zoveel grote arcanes. Dus deze toren, ik weet niet of die al gebeurd is of die eraan gaat komen. Weet dat het uiteindelijk voor je hoogste goed is. Want we hebben dus de wereld. Einde van een cyclus, begin van iets nieuws. Maar het einde van een cyclus, ja, moet je eerst opruimen. Er moet eerst ruimte gemaakt worden voor die nieuwe cyclus. Wat ik hier al voelde met die 9, van je zit in de afronding. Ergens ben jij als persoon klaar voor een nieuwe cyclus in je leven, op welk front dan ook. Maar er moet precies nog iets gebeuren. Wil je zover gaan komen te staan? Wil je die nieuwe cyclus ook aangaan, aan durven te gaan? En dan hebben wij de aas van kelken, liefde, heel veel liefde. In dit verhaal voelt het meer als het laten vloeien van emoties. Het hele. Dit was niet gemakkelijk. Wat het ook is. Dit heeft jou volledig uit je comfortzone gebracht. Het
kan de huidige situatie zijn waar we momenteel in zitten, waardoor je jezelf opnieuw moet heruitvinden. Hè? Corona is toch wel een toren. Dat is iets wat buiten jou omgebeurt, maar wat heel veel impact heeft op jouw persoonlijke situatie. En jou dus een beetje uit je balans haalt. Ook al moet ik zeggen dat met deze mooie kaarten denk ik, poh, niks wat jij niet aan kan. Want we hebben dus ook de magier. Deze heeft alle hulpmiddelen in eigen hand. Die heeft de staven, de kelken, de zwaarden en de pentakels om zijn realiteit te creëren. Ben jij een nieuwe cyclus aan het manifesteren? Die heeft zelfs nog een extra staaf, de magische staaf. Dus je hebt nog een extra hulpmiddel, iets wat alleen jij hebt. Wat jou magisch maakt, wat jou heel krachtig maakt. Krijg hierbij het gevoel dat misschien deze toren jij zelf veroorzaakt hebt voor iemand anders. Dat het niet per definitie jouw torenmoment is. Is dat wel zo? Is het deze toren bedoeld geweest om dieper naar jezelf te kijken. Bepaalde emoties te laten vloeien. Die wat opgekropt waren. Waardoor je niet helemaal met jezelf in balans was. En daardoor ga je jezelf in een heel nieuw daglicht zien. Ga je inzien dat jij eigenlijk je eigen wereld creëert. Misschien ga je inzien dat je zelf onbewust, stiekem, deze toren ook gecreëerd hebt. En vanaf het moment dat je dat beseft, kun je dat ook vervolgens vermijden. Dat is keihandig. En daardoor een nieuwe cyclus ingaat. Hele intense, mooie, heftige kaarten. Maar heftig in de goede zin van het woord. Je bent echt wel iets heel nieuws aan het manifesteren op zijn minst. Dit kan een nieuwe cyclus zijn binnen een relatie. Dit kan van alles zijn. Hè? Maar het kan ook echt wel een volledig nieuwe cyclus zijn in het leven. Een nieuwe jij. Waardoor er eerst onderdrukte gevoelens naar boven moeten komen. Reflectie en heling plaats moet vinden. Want dus in de uitdaging hadden we dus de 9 van staven en de 9 van pentakels. Verklaar deze uitdaging alsjeblieft voor mijn lieve tweelingen. De koning van kelken. Over gevoelens laten vloeien. Ja, deze is in akkoord met zijn gevoelens. Laat zich ook niet door de buitenwereld beïnvloeden. Blijft door de ondanks de chaos om hem heen, blijft hij volledig in balans, in akkoord met zichzelf, heel liefdevol, gevend, spreekt gevoelens uit. Het is ook wel een kaart van spirituele gaves ontdekken. Is dat hetgeen wat je ontdekt door die diepgaande, onderdrukte gevoelens te helen? Komt er iets door de maanlicht naar boven, waardoor jij inziet dat jij magische krachten hebt? Verklaar die 9 van kelken en de 9 van pentakels, dankjewel, en de 9 van staven. Wauw. We hebben de ster. Waterman-energie. Dromen die in vervulling komen, wensen die in vervulling komen, het helen van emoties. Hier is die water in verschillende kelken aan het transmuteren. Deze is water aan het schenken om haar heen. Een beetje verspreid overal, zodat het ook groeit op andere, nieuwe plekken. Dus dit is weer al het vloeien van emoties. En het helen van emoties. En we hebben de page van pentakels. Wat hij hier doet, niemand weet het. Dit is een nieuwe kans, een nieuwe mogelijkheid op materieel niveau. Binnen de liefde kan het iets wat stabiel is wat jou aangeboden wordt. Ik krijg nu een hele specifieke boodschap, misschien maar voor één persoon, maar ik kan mij voorstellen dat de toren, die waarschijnlijk al gebeurd is, ervoor heeft gezorgd dat je dus inderdaad geheeld of moet gaan helen over bepaalde onderdrukte gevoelens. Vanaf het moment dat je dat gaat doen, gaat er een hele nieuwe wereld voor je open. Op spiritueel niveau, want dit voelt heel spiritueel.
En het is nog heel pril. En misschien gaat dat... Wil je daar je job mee van maken? Wil je daar iets concreets, materieels mee opbouwen? Maar het is nog heel pril. Het voelt als een uitdaging. Je bent een beetje angstig. Maar je bent er bijna. Je bent bijna bij dat gevoel van... Ik kan de wereld aan. Dit is zelfstandig, dit is onafhankelijk. Dit kan zelfs een zelfstandige onderneming zijn. Je bent er bijna bij dit gevoel. En hier, het is nog een uitdaging. Je moet nog één stap zetten. Dat gaan we zo bij het advies zien. Ja. Mocht het niet zozeer over spirituele gaves en dat je daarin je werk zou willen maken zijn, spreekt het nog steeds over het helen van emoties, het afronden van iets. Want je zit duidelijk nog in de afrondingsfase. En er is al precies iets nieuws aan de horizon, maar angstig. Je twijfelt. Je bent wat onzeker. Wat van, kan ik dat wel aan? Wat is die koningin van staven, alsjeblieft? Wat is die koningin van staven? Verklaar deze koningin van staven. Alsjeblieft. De maan. Dus ja, 3 keer de maan. Tel uit je winst. Mag ik nog 1 kaart, alsjeblieft, voor deze mooie koningin van staven? Whippakee. Dat gaan we niet doen. Dit gaan we wel doen. En de 4 van kelken. De page van zwaarden onderop. Jouw energie. Tweeling, waterman, weegschaal. Weer een page. Dus dit is ook. Dus nieuw inzicht. Nieuwe helderheid. Maar twijfel. Ik heb ontiegelijk veel nieuwe inzichten. Dankzij je intuïtie. Dankzij de emoties die je aan het helen bent. De angsten die je misschien aan het helen bent. Want we hebben dus de maan. We hebben de 4 van staven. Dit kan spreken over een lange termijn relatie. Een stabiele commitment. Iets te vieren hebben. Een volgende stap in je leven gaan. Iets wat nieuwe stabiliteit biedt. Een nieuwe stabiliteit creëren. Want met koningin van staven, ja, zij creëert haar eigen werkelijkheid. Dat is passie, dat is vurig. Zij weet wat ze waard is. Zij is vol zelfvertrouwen. Weet wat ze wilt. En je gaat er ook achteraan. Dus ik heb het gevoel dat het advies inderdaad is van... creëer je eigen toekomst. Iets stabiels, bouw die op. Want je weet dat daar je geluk in gaat zitten. Wij hebben de 4 van kelken. Dus dat is iemand die gefocust is op de 3 kelken. Die redelijk leeg en een beetje saai en suf zijn voor hem of haar. Het universum brengt je een mooie kelk aan. Maar deze persoon heeft daar niet echt veel zicht op. Heeft daar geen kijk naar. Is daar niet echt precies niet heel erg geïnteresseerd in. Is ook wat emotioneel afgesloten. Ik bedoel, niet echt ontvankelijke houding dit. Ik krijg het gevoel dat je er precies nog niet helemaal klaar voor bent voor deze nieuwe stap te maken. Deze nieuwe stabiliteit te creëren binnen een relatie of in jouw nieuw geluk en jouw nieuwe toekomst te creëren. Ga ja. Kijk nog dieper. Want deze zit inderdaad een beetje triestig te kijken naar die 3 kelken. Maar als je er lang genoeg naar staat, komen er nieuwe dingen naar voren. Vertrouw op je intuïtie, vertrouw op je gevoel. En steek misschien ook niet te veel tijd en aandacht aan hetgeen wat er niet is. En wat er ontbreekt, wat er niet vol genoeg is, wat je niet gelukkig maakt. Maar besteed aandacht aan hetgeen wat jou wel gelukkig maakt. Het zijn trouwens 2 vieren. Dus dat spreekt over doorzettingsvermogen, over werk. Dus ja, een nieuwe job zou kunnen, een nieuwe stabiliteit creëren. Niet zozeer kijken op hetgeen wat niet mogelijk is of niet kan. Want ja,
Zeker in deze tijden nieuwe business opstarten, bijvoorbeeld. Is niet zo heel gemakkelijk. En je kunt dan wel blijven zitten en zeggen van ja, maar alles wat ik wil, dat kan nu niet, want corona. Ja, er is meer dan dat je denkt. Er is meer mogelijk dan dat je denkt. Het zou absoluut kunnen spreken van een zelfstandige activiteit. In ieder geval iets vurigs, iets creatiefs, iets vanuit passie. Vanuit jouw onderbewuste. En dan hebben we dus de twee van kelken als uitkomst. Verklaar deze twee van kelken. Nee. Verklaar de twee van kelken alsjeblieft. Oké. Met de page van kelken. Oké. Een liefdevolle boodschap dat jouw kant op komt. Een nieuwe mogelijkheid. Een nieuwe kans op gevoelsmatig niveau. Dit zou nieuwe liefde kunnen zijn. Of een verontschuldiging. Als deze toren niet een definitief einde is geweest. We hebben de drie van staven. Verklaar deze twee van kelken. Nee. Ja, nieuw perspectief. Dus, een liefdevolle nieuwe kans, nieuwe mogelijkheid. Met de twee van kelken zou dat absoluut inderdaad liefde kunnen zijn dat aan jouw deur klopt. We hebben de drie van staven, net hadden we de vier van staven. Dus stabiliteit en stabiele relatie, lange termijn. Ik dacht ineens van, goh, wens jij een stabiel iets en iets op te bouwen, langere tijd, commitment, een huwelijk. Maar heb jij het gevoel, dat is toch niet iets voor mij. Ik krijg zoiets nooit. Kijk maar, ik heb altijd maar drie kelken. Ik heb geen vier van staven, ik heb maar drie kelken. Hier ben je met drie staven, ben je je horizon aan het verbreden. Eigenlijk is dat al gebeurd met de twee van staven. Dus je bent aan het wachten totdat de schepen binnenkomen. Er is een nieuw perspectief. Een nieuwe toekomst ben je aan het creëren. Nieuw perspectief, visenergie met de gehangenen. Ja, de gehangenen hebben we momenteel heel veel in. Want ja, tussen alle lockdowns door zitten we wel inderdaad een beetje in een afwachtende modus. Maar gebruik deze tijd goed, want het kan je tot nieuwe inzichten brengen. We hebben nog een keer de negen van staven. De gewonde strijder die dus heel veel doorzettingsvermogen heeft gehad om te komen waar die nu staat. Maar wel een beetje angstig is van, oh mijn god, wat gaat er nu nog komen? Dus is dat in de liefde? Ben je een beetje bang? Wacht je het een beetje af? Je kijkt zelfs een beetje de andere kant op. Misschien ben je eigen plannen aan het trekken. En inderdaad, met de zeven van pentakels is ook weer aan te wachten. Je hebt zaadjes geplant. Dat is een beetje vergelijkbaar met deze. Je hebt plannen gemaakt, je hebt zaadjes geplant. Hier ben je aan het kijken of het groeit, waar je nog energie in gaat steken. Ga je nog energie steken in, als dit iemand is die terugkomt, ga je daar energie in steken? Misschien kom je tot nieuwe inzichten. Misschien is die persoon tot nieuwe inzichten gekomen, vandaar dat hij terugkomt. Het kan ook echt wel hele nieuwe liefde zijn, want met de page van kelken, dat is heel pril, dat is heel jeugdig, dat is nieuw. Dus het voelt eerlijk gezegd meer als een. Het kan absoluut nieuwe liefde zijn, maar jij zit in een hele afwachtende modus. Heel afwachtend. Beetje angstig, een beetje je eigen plan aan het trekken. Kat uit de boom kijken. Maar het ziet er wel uit als een soulmate connectie. Dus neem je tijd. Bekijk het op een andere manier. Zeker als je die wonden heelt, hoef je niet zo angstig te zijn naar de toekomst toe. Want hier effectief keek je niet echt. Iemand kijkt niet echt naar dat kelkje. Nee, het wordt toch nog een keer aangeboden. Dus het is wel serieus. Het kan te maken hebben met terugkerende liefde. Want ja, hier was de liefde al.
Ik zei wel het vloeien van gevoelens, maar het kan ook zijn dat er een nieuwe cyclus is. Oei. In een hele liefdevolle connectie die er al bestaat, maar waarbij er een heel moeilijke passage is geweest, waardoor er heel veel onderdrukte gevoelens zijn. Wat ik heel bijzonder vind, is dat ik dus in tegenstelling tot de weegschaalreading, die vol, maar dan ook vol zat met zwaarden, heb jij daar geen enkele. Dus misschien moeten jullie met elkaar gaan praten en elkaar in evenwicht gaan brengen. Want ik ben heel blij, hè? Ik bedoel, we hoeven helemaal niet zoveel in onze kop te zitten. Hè? En het rationele is allemaal niet altijd even nodig. Ik denk dat vanuit je gevoel de dingen beleven veel beter is. Maar voor mij, omdat jij als tweelingen gerepresenteerd wordt door de zwaarden, geeft het mij ook aan, sta je niet in je kracht? Ik vraag het me af. Wat is het advies alsjeblieft voor mijn lieve tweelingen voor januari 2021? Daar hebben we toch de zwaarden. De prins en de prinses van zwaarden weliswaar. Jazeker. Dus dat is de schildknaap en de ridder van zwaarden. Informatie die je kan helpen, maar die misschien ook moeilijk is om te horen. Vriendelijk de waarheid zeggen. Een indigo kind of volwassene. Dat is nieuwsgierig. Dat is nieuwe inzichten. Nieuwe informatie die naar jou toe komt. Waardoor je nieuwe helderheid krijgt. En we hebben dus de ridder van zwaarden. Kom maar wel. Zoek een rationele oplossing voor je problemen. De noodzaak snel en kordaat te handelen. Plotselingen en onverwachte veranderingen. Ja, de prins van zwaarden is voor mij ook wel wat impulsief. Die is vastberaden, die is gefocust. Die weet wat hij wilt, die gaat ervoor, maar een beetje impulsief. Jij zit heel erg in een afwachtende modus. In de situatie herbekijken, nog een keer herbekijken. Andere manier bekijken, nogmaal op een kop bekijken. Goh, ik ga bij jou het tegenovergestelde zeggen als bij weegschaal. Beslis. Ga vooruit. Doe. Je kunt het. Dat nieuw pril iets. Of dat liefde is. Of iets op materieel niveau. Misschien zelfs wel beide. Ik kan me voorstellen dat zoveel nieuws in één keer een beetje angstig en zo kan aanvoelen. Maar niks wat jij niet aan kan. Laat die onderdrukte gevoelens naar boven komen, heel ze. Want er zijn heel veel krachtige energieën rondom jou die je hierbij helpen. Nog een laatste orakelkaart, begeleiden van kinderen. Je bent goed in het helpen, adviseren en genezen van kinderen. Gebruik dit talent om kinderen nu te helpen. Is misschien een hele specifieke boodschap voor één persoon. Misschien is dat de gave die je hebt ontdekt nadat je geheeld bent van jouw oude wonden, misschien nog wonden uit de kindertijd, waardoor jij als ervaringsdeskundige inziet dat jij iets kunt betekenen voor anderen. En dit is dan begeleiden van kinderen. Als we het even wat algemener maken, zodat het misschien meer klopt voor meer mensen, kan het ook echt wel zijn het begeleiden van mensen, welke manier dan ook. Spiritueel kan dat dus zeker ook. Vorig leven. En deze situatie heeft ook betrekking op herinneringen uit hun vorig leven. Hoogpriesteres onderop. Ja, intuïtie. Volg je intuïtie. Je hebt 3 keer de maan. 3 keer de maan. Dus ja, onderdrukte gevoelens naar boven en volg je intuïtie. Ik ben heel benieuwd hoe dit voor jou persoonlijk uitpakt. Laat me iets weten. Ik ben altijd heel blij je berichten te lezen. Like, deel het, abonneer je. Als je het nog niet hebt gedaan, dan ben ik heel, heel erg dankbaar voor als je dat doet. Ik wens je een fantastisch, magisch, mooi en helende, ik wil zelfs zeggen, spirituele januari 2021. Dankjewel voor het kijken en ik zeg tot snel.